everyoneweb.com/traveltrip. In de gemeente Lens, midden een park, gelegen op een oude mijnsite, een 40-tal kilometer buiten Rijssel richting Parijs, werd op initiatief van de Hoge Raad van Pas-de-Calais een bijhuis van het Louvre op 12 december 2012 geopend. Het kreeg de naam Musée Louvre-Lens. In de Grande Galerie, de permanente tentoonstellingsruimte, groot 125 op 25 meter, wordt in een totaal nieuw concept kunst tentoongesteld in chronologische volgorde vanaf de Etrusken over de Egyptenaren, Grieken, Romeinen tot aan de moderne tijden. We keken naar beroemde schilderijen zoals La Vierge et l'Enfant van Botticelli, Balthazar van Saint-Raphaël, Sint Matthieu en de Engel van Rembrandt, Maria Waldstein van Francesco José de Goya, La Liberté guidant le peuple van Eugène Delacroix. Dit alles onder een schitterende, aanpasbare verlichting. Het Europa van Rubens is thans het thema van de temporale tentoonstellingsruimte. Aan de hand van 170 werken schetst het museum een beeld van Europa in de 17e eeuw. In een tijd waar de meeste mensen leefden en stierven in een cirkel van enkele kilometers, was Rubens een reiziger die leefde en werkte in vele landen van Europa. everyoneweb.com/traveltrip.